Tof dat je kijkt naar een nieuwe video en in deze video wil ik de belangrijkste skill gaan bespreken voor het verbeteren van je leven. Want op het moment leven we in een wereld met ongelooflijk veel afleiding. Van Netflix series tot YouTube video's, social media, vrienden, kennissen. Iedereen verwacht dat je 24/7 klaar bent om een bericht te antwoorden of waarin je natuurlijk zelf kan kiezen voor afleidingen. Er zijn nog nooit zoveel afleidingen geweest als nu. En daarom is de allerbelangrijkste skill die je nu moet ontwikkelen om te kunnen blijven focussen op de dingen die voor jou belangrijk zijn, ondanks alle afleidingen die we hebben. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus in deze video wil ik in ieder geval tips gaan bespreken hoe jij je focus kan verhogen, ondanks alle afleidingen die we hebben. We weten allemaal al dat de beste dingen tijd nodig hebben. Dus om ergens goed in te worden, om bepaalde resultaten te behalen, moeten we gewoon de aandacht daaraan geven en geduld hebben tot de resultaten blijken. Maar dan is het ook super belangrijk dat we ook die focus kunnen bewaren om daarop te focussen en consistent mee bezig te zijn. En dat kan zijn om in een sportschool te trainen voor een powerlift wedstrijd, maar het kan ook zijn dat jij je wilt focussen op je bedrijf groeien, ondanks dat iedereen altijd berichten naar je stuurt en dat jij honderden mailtjes in je inbox krijgt. Focus is ongelooflijk belangrijk, zoals ik net al heb gezegd, maar wel de moeilijkste skill om nu te ontwikkelen, omdat we zoveel afleidingen hebben. Maar het feit dat er zoveel afleidingen zijn op het moment is niet per se iets slechts. Want als we het zo gaan bekijken en focus is een skill die jij wilt gaan verbeteren, kan je afleiding eigenlijk zien als de weerstand. Net zoals dat jij in de sportschool sterker wilt worden in de squat, dan heb je gewicht nodig, oftewel weerstand, om daarin sterker te worden. Want focus is dus niet iets wat we gewoon hebben of niet hebben, net zoals wilskracht en motivatie. Het zijn mentale skills die we kunnen trainen. En focus is dus ook een skill die je kan trainen. En alle afleidingen die er om je heen zijn, zijn eigenlijk mogelijkheden om vervolgens los te laten, weer terug te gaan naar het focuspunt, oftewel je werk, je studie of je training. En elke keer weer als wij die afleidingen kunnen negeren of loslaten en weer teruggaan naar het focuspunt, ben je je focus skill aan het trainen. Alleen andersom kan het ook zo het geval zijn dat jij je afleiding juist aan het trainen bent. Dat elke afleiding die jij hebt, misschien social media berichten die jij gelijk gaat lezen, misschien dat je op social media oneindig aan het scrollen bent of bij je voorgestelde video's, misschien deze wel, continu aan het doorklikken bent naar nieuwe afleiding en ben je in gesprekken met mensen waarbij je ook continu afgeleid bent naar andere mensen of weer je telefoon. Hoe meer wij opgaan in die afleidingen, hoe meer we onze afleiding skill aan het trainen zijn en hoe afgeleider we altijd zullen zijn. Dus wees je bewust dat op het moment dat jij je focus wilt verbeteren op het gebied van werk, dat het niet zo makkelijk is van oké, alleen op werk ben ik gefocust en verder laat ik het allemaal los en ben ik ongelooflijk afgeleid en focus ik me nergens meer op. Nee, focus is een skill die je kan trainen, maar afleiding is ook iets wat erger kan worden als je het te vaak doet. Dus dat is een hele belangrijke om te onthouden, maar daarbij wil ik wel even 3 manieren gaan bespreken hoe jij je focus kan verbeteren. En de eerste is misschien wat opvallend, maar dat is gewoon bij je werk. Want op het moment dat jij met je werk bezig bent of met je studie bezig bent, maar je hebt in ieder geval een taak waarbij jij een focuspunt hebt, dan is dat letterlijk je focus training van dat moment. En elke keer als er afleidingen zijn van mensen die je in de verte ziet, het mooie weer buiten waar je naar kan kijken, tot jouw mailvenster of je telefoon, elke keer als jij bewust bent van dat je afgeleid bent en weer teruggaat naar het focuspunt, ben jij je focus skill aan het trainen doordat jij omgaat met die weerstand. Een tweede variant hoe jij je focus kan trainen is met mediteren. Want met mediteren focus je bijvoorbeeld op je ademhaling of op andere gebieden in je lichaam. En doe je praktisch hetzelfde als wat je zou doen met je werk. Je bent namelijk aan het focussen op je lichaam, oftewel je ademhaling. En elke keer als de gedachten voorbij komen, dan wil je ze eigenlijk zo snel mogelijk weer loslaten en weer teruggaan naar je ademhaling. Dus die gedachten zijn een soort van de weerstand die jij merkt, net zoals dat jij aan het werk bent met afleidingen. En het gaat er niet om dat die afleidingen niet meer bestaan, want we zullen altijd afleidingen hebben. Je telefoon heb je waarschijnlijk nog en er kan altijd een buurvrouw langskomen met een kop koffie.
Ik kon niet echt iets anders bedenken zo snel. Maar het gaat er dus niet om dat jij die afleidingen niet hebt. Het gaat erom hoe jij omgaat met die afleidingen. En met mediteren heb je een moment waarbij jij kan oefenen om je focus te houden, ondanks wat voor gedachten er ook komen. En dat kan dus ook worden overgedragen op je werk, omdat jij aan het trainen bent met mediteren om te focussen op één punt. En als er gedachten komen of andere dingen komen, dat jij die loslaat en weer teruggaat naar het focuspunt. Een derde manier om je focus te trainen is met mindfulness. En dat is eigenlijk letterlijk in het nu leven. En wat ik al heb gezegd, je kan afleiding ook trainen. Dus op het moment dat jij met een persoon aan het praten bent en in plaats van in het nu met de persoon, ben jij continu aan het nadenken over wat er nog gisteren was gebeurd of wat jij nu moet doen, of ben je ondertussen je mobiel aan het checken. Je bent alles aan het doen behalve aan het focussen op die persoon. En dat is dus ook een oefening wat je eigenlijk altijd kan doen. Op het moment dat jij mindfulness, oftewel in het nu zijn, oftewel focussen op wat er nu gaande is, zoals dat ik nu deze video aan het bespreken ben, dan kan ik nu wel ondertussen andere dingen gaan doen en continu afgeleid zijn, maar dan ben ik mijn afleidingsskill eigenlijk aan het trainen. Dus op het moment dat wij tijdens werk gefocust willen zijn, dan zullen we dat eigenlijk daaromheen ook moeten trainen. Bijvoorbeeld met een meditatie of met alle andere uren die we hebben in de dag. Dat betekent niet dat jij geen YouTube-video's kan kijken, want nee, dat is afleiding, of geen series kan kijken. Maar als je bijvoorbeeld een film kijkt, focus er dan op dat je alleen een film kijkt. Dat jij je focust op die film. En als je een gesprek hebt met een persoon, focus er dan op dat je alleen praat met die persoon. Zonder dat jij continu afgeleid bent. En natuurlijk, er zullen afleidingen zijn. Maar het gaat erom, hoe ga je daarmee om? Kan je ze weer loslaten en weer teruggaan naar het focuspunt? Want als je die skill, die focus skill, aan het ontwikkelen bent, dan kan je dat heel makkelijk op je werk toepassen. Maar ook met alles wat je doet. Naast het trainen van je focus skill zijn er gelukkig ook andere dingen die we kunnen doen om onze focus te verbeteren. En dat heeft allemaal te maken met jouw omgeving. Want op het moment dat wij continu afleidingen hebben op ons bureau en er ontstaat een soort van ruis, dan is het gewoon heel erg moeilijk om ons te focussen. Net zoals dat je in de supermarkt staat en er zijn 1000 opties voor pindakaas. Probeer dan maar de goede pindakaas te kiezen. Weer zo'n ongelooflijk goed voorbeeld. Maar dan heb je in ieder geval een beetje een beeld van wat ik bedoel. Maar op het moment dat er maar één pindakaas staat, oftewel je hebt een heel bureau met één boek die je moet lezen of één laptop waarop je bezig bent, dan is het veel makkelijker om te focussen omdat de ruis gewoon veel minder is. En natuurlijk, wanneer je op je laptop bezig bent, is het ook heel erg belangrijk van oké, wat zie je allemaal op je laptop? Heb jij 40 verschillende tabbladen open, dan is het natuurlijk heel erg veel ruis en veel prikkels wat jij moet verwerken en wat jou kan afleiden om je focus te behouden. Dus zorg ervoor dat jij bijvoorbeeld je pop-up meldingen uit hebt staan, dat je geen mailvensters open hebt staan en dat je gewoon één focuspunt hebt wat jij gaat doen voor de komende 20, 30 minuten of een paar uur. Maar zorg ervoor dat het voor jouzelf duidelijk is en dat je zo min mogelijk afleidingen hebt, zodat jij je ook makkelijk kan focussen. Een derde manier om afleidingen te beperken is heel vanzelfsprekend, maar dat betekent niet dat we het allemaal doen. En dat is namelijk dat je je telefoon niet in beeld wil hebben. Want er is zelfs wetenschappelijk onderzoek geweest dat op het moment dat jij een telefoon op tafel hebt met gewoon het beeldscherm naar beneden, dus je ziet geen pop-ups, dat je alsnog sneller afgeleid bent en dat je minder goed kan focussen. Sterker nog, als iemand anders de telefoon op tafel heeft, kan het jou al afleiden of ervoor zorgen dat jij je niet kan focussen. Ondertussen hebben we een bepaalde relatie opgebouwd met telefoon en afleiding, dus slechte focus, dat op het moment dat er maar een telefoon in beeld is, dat we gewoon onbewust minder goed kunnen focussen. Dus zorg ervoor dat je telefoon nooit in zicht is, nooit in de buurt is op het moment dat jij je wilt focussen, want dat zal er altijd voor zorgen dat jij je anders niet goed kan focussen. Een derde strategie om je focus te verbeteren is om de hoeveelheid keuzes te beperken. Want op het moment dat wij keuzes moeten maken tussen heel veel dingen, dan is het weer ongelooflijk moeilijk om te focussen op het ene ding wat we eigenlijk willen doen. Hetzelfde weer als je in de supermarkt staat en je hebt geen boodschappenlijstje, dus je kan letterlijk alles kiezen, dan is het heel erg moeilijk om de juiste keuze te maken en steeds gewoon voor één ingrediënt te gaan. Terwijl als jij een lijstje hebt, dan is het heel makkelijk om te focussen van oké, ik moet nu de pindakaas zoeken. Waarom ik steeds bij dat voorbeeld kom, weet ik niet. Maar dan is het heel erg duidelijk, ik moet daar naartoe en dan kan jij focussen op die ene taak. Maar hoe meer ruis er ontstaat omdat jij heel veel keuzes hebt, dan is het ook heel erg moeilijk om de juiste keuze te maken. Om nog even een voorbeeld op het gebied van voeding te geven, is als jij heel veel voeding in huis hebt, heel veel ongezonde voeding en ook gezonde voeding, dan is het toch lastig om de gezonde voeding te kiezen, omdat er zoveel in huis is.
Terwijl als jij alleen wat gezonde voeding in huis hebt, dan is het veel makkelijker om die keuze te maken, want je beperkt voor jezelf de keuze. Je kan misschien naar de supermarkt gaan, maar dan moet je weer helemaal heen en weer en het kost je weer veel tijd. Dus je neemt maar de makkelijke keuze, oftewel een banaan pakken die toch al op het aanrecht lag. Een keer geen voorbeeld met pindakaas. Dus wat hierbij heel erg kan helpen is dat jij vaste taken altijd rond vaste tijden en dagen in je agenda zet. Wat je gewoon terug kan laten komen, zodat je heel overzichtelijk hebt van oké, op deze dagen doe ik deze taken. En dat heb je gewoon elke week wat terugkomt, zodat je nooit die keuze hoeft te maken. Ik weet het ook van ja, als je een werkdag hebt, dan kan je zo 100 dingen doen. Maar als jij gaat beginnen met je werkdag en jij hebt 100 dingen waaruit je kan kiezen, dan geeft het al een situatie waarin jij je moeilijk kan focussen, omdat je bewust bent van alle keuzes die je kan maken en alle dingen die je kan doen. Terwijl als je al voor jezelf een blok hebt staan met oké, ik ga nu even beginnen met een uur studeren of lezen of content maken, dan is dat al gelijk een keuze die je hebt gemaakt zonder dat je hem hoeft te maken en kan je veel makkelijker focussen op dat ene focuspunt. Dus dat kan je bijvoorbeeld ook doen met trainingen. Dan hoef je niet over na te denken van oké, wanneer wil ik gaan trainen, wanneer heb ik tijd, maar plan ze gewoon op vaste momenten in. Ik sport elke dag van de week altijd om 7 uur 's ochtends, daar begin ik mijn dag mee. En ik weet dat dus het kost mij heel weinig energie en kan gelijk er naartoe gaan. En ik weet wanneer ik terugkom ook gelijk wat ik daarna ga doen, zodat ik met volle focus daarmee kan beginnen. Dus dat zijn een beetje de manieren hoe jij je focus kan verbeteren, de belangrijkste skill kan ontwikkelen van deze tijd. Want ik geloof oprecht dat op het moment dat jij je volledig kan focussen, dat je elke skill kan leren die je wil en alle belangrijke resultaten kan gaan behalen voor de lange termijn. En wanneer je natuurlijk meer wilt leren over hoe je je focus kan verbeteren, dan zou ik zeggen, word lid van de Facebookgroep. Want we hebben ondertussen al bijna 600 mensen in de community, de Lifestyle Hacking Community. En daar deel ik nog veel meer content op gebied van focus, energie en nog heel veel leefstijlgewoontes wat daarbij passen. Dus ik zal de link daarvan even beneden in de beschrijving zetten. En in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet een like achter te laten als je er iets aan had. En ook niet te abonneren op het kanaal. En dan zie ik je in de volgende video.